Wil je eens op wat anders zitten dan je bureaustoel? Of de hele dag achter een werkplek staan? Of heb je een werkplek die heel flexibel is, waardoor je veel moet bewegen van de een naar de andere kant? Kies dan eens voor een zadelkruk. Ik heb hier een aantal meegenomen. Er zijn veel verschillende zadelkrukken voor verschillende werkzaamheden. Het mooie van een zadelkruk is dat hij door de vorm van een zadel, van wat op een paard ligt, kantelt je bekken naar voren, omdat je benen schuin naar beneden staan. Hierdoor hou je een mooie rechte houding op je rug. Er zijn ook zadelkrukken, zoals ik hier een paar heb staan, waarbij de zitting kan kantelen. Dus mocht je iets lager zitten, dan kun je de zitting kantelen, waardoor je nog steeds die mooie S op je rug houdt. Wil je wat meer comfort? Zeker doktoren en tandartsen maken daar veel gebruik van. Dan zijn er ook wat vollere zadelkrukken. Ook deze hebben een kantelmechanisme en een lichte steun in de onderrug. Moet je juist hem heel veel bewegen en wil je een zadelkruk die makkelijk met je meegaat, zodat je van links naar rechts kunt bewegen, dan kun je hem wat puntiger nemen, ondersteunen in de rug, ook weer met kantelmechanisme, waardoor je je makkelijk en soepel kan bewegen. Deze zijn allemaal uitgevoerd met een gepolijst aluminium voetkruis, maar de meeste zijn ook met kunststof voetkruis leverbaar. Voor de dames hebben we bijvoorbeeld een wat kleiner zadel. En voor degene die het prettig vinden, is het ook mogelijk om een rugleuning erop te zetten. Dit is de smalle, maar er zijn ook brede uitvoeringen. Dit is bijvoorbeeld de Mont van Varier. Dit is een zadelkruk die eigenlijk doordat je naar voren leunt, automatisch de rechte houding van de rug weer stimuleert. Al met al zijn zadelkrukken gemaakt om actief te zitten, je core te versterken en je houding te verbeteren. Kijk voor meerdere opties en mogelijkheden bij ons op de website.